Antipasta, pizza of pasta. Italiaans eten vind je op vele plaatsen in Brabant. Maar één restaurant kent wel een heel bijzondere schare fans. Restaurant Antonio's in Eindhoven is niet alleen een begrip in de stad, maar ook ver daarbuiten. Want gisteren ontvingen ze wel een heel bijzondere gast. Ja, hier zat hij, hier, deze stoel. Wie? De baas, Bruce Springsteen. De Bos was maandag en dinsdag in Eindhoven en prikte spontaan een hapje mee in het Italiaanse restaurant aan de Dommelstraat. En dat was ook voor de overige gasten een verrassing. Hier was een Amerikaan, die werkte voor het Lage Land, hè. En daar was een Nederlandse man, en die zijn collega's. En op een gegeven moment, die man die draaide zijn eigen om. En ik was hier en ik hoorde zeggen, oh my god, de Bos is hier. En de Bos komt er wel vaker. Springsteens dochter heeft in Valkenswaard een aantal paarden staan en doet mee aan springwedstrijden, waaronder het Eindhovense concours Hippiek. Wanneer hij in de buurt is, komt hij altijd even eten. Hij zegt elke keer, dat is mijn favorite place, mijn favorite restaurant. Gisteren heeft hij gegeten, hij vindt lekker de dunne gesneden Italiaanse parmaham. En als hoofdgerecht normale pakt hij altijd de gebak salmfilet met een citroensaus apart. Maar gisteren heeft hij een zeeton gegeten in plaats van de zalm. Die vond hij ook heel lekker. Staat nou ook hier in plaats van Eros Ramazzotti tegenwoordig Bruce Springsteen hoor? Nou, we hebben ook een cd van hem, ja, maar niet dagelijks, nee. Alleen maar als veel Amerikanen zijn, of hij zelf komt, dan zitten we op en dan begint hij te lachen. Hij zegt, ha 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 ha, I know him, zegt hij.